beste koekjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Cody's Gameplay. Vandaag gaan we weer verder in Oblivion. En dan gaan we weer het huis wat ik de vorige aflevering gekocht had even spookvrij maken. Zet een skelethand in en een scrap van Logrin's diary. Okay, interessant. I find the skeletal hand next to a page from a diary. The diary makes more mention of a secret room in the house that's only a true-blooded Benjaris can open. I'm going to need to talk to... Oh, kut. Ik moet dus ervoor zorgen dat die ander doet. Dus dat portaal dat we de vorige keer gezien hadden... Die kan dus alleen geopend worden door iemand die familie is van die geest of zo. Nou ja, dan moeten we even met hem spreken. Waar is hij trouwens? Hij is alweer in die... I'm going to answer to find out where he's gone. Oh, hij is pleiten! Fuck! Daar ben ik niet blij mee. Waarom moet hij nou weer weg zijn op het moment dat ik zijn huis gekocht heb, dat bespookt is? Geen idee, misschien zou ik mijn geld terug willen. Nou, even de guards vragen. Guards zijn meestal wel slim, die weten wel vragen. What seems to be... Ja. I'm not sure where he went. But I would ask at the Count's Arms. If anyone knows where he is, it would... Daar heb je wel een goed punt, bewakertje. Hij is waarschijnlijk in de Count's Arms. En dat is dus de herberg. Ja, hij is hier inderdaad ook niet te vinden, zie ik nu. Ja, goedemiddag. Is het middag? What? Geen idee. What? Ja, oké. Waar doe je het, Jody? He bought the place. He pretty much up and left. Is hij dan in Imperial City? Serieus? Wauw, die is best wel snel gevlucht dan. Helemaal naar Imperial City, helemaal. Ik slaap één nacht en meteen vlucht hij. Maar dan vlucht hij het gewoon het land uit, dan kan ik hem niet volgen. Hij is nu in de Elven Gardens. Oké, voor mij moest er ook weer eens voor een andere quest daar naartoe. De Collector. Dan moest ze een klein standbeeldje brengen, dan kreeg ik er geld voor, mag ik hopen. Anders moet ik al die boeite op een fucking standbeeldje brengen, dan krijg ik er niks voor. Stom spel dan ook. Alhoewel, ik doe zoals wat anders, kijk, ondertussen wel geld, dus dat is wel best. Waar is hij? Hij is hier in de... King and Queen Tavern. Oké, dit is een beetje de high-rise district waar alle rijke tata's zitten. Ik heb trouwens gegeven dat het scheldwoord is van Nederlander. Ook weer wat geleerd. Waar ben je? Oh, daar ben je, jij dikhead. Ja, ik ben verrast dat jij mijn verpookt huis verkocht hebt, je dik. I suppose you're right. Is the manor used to belong to my grandfather, Lorgren Benaris. Nog nooit van gehoord. I knew there was a curse on that place, which is why I sold it to you so cheap. I suppose I should have warned you, but I had to get out of Anvil. My family said I could move here to the Imperial City once all our loose ends were tied down. The manor was one of those loose ends. Fuck jou. I fear my own greed got the better of my judgment. I hope you... Zeven de dodelijke zonden trouwens hoor, zeven dodelijke zonden. Hebzucht, weet je, ik ben niet gelovig. Hopelijk brand jij in de hel. Lorgren Benaris was a... He was mostly harmless, until the fateful day he came across... Necromancy, fuck that, dat is echt kut. ...and decided that by using necromancy... Dat is trouwens illegaal in dit spel. ...the dark arts contained in the tome called for him to dig... Maar necrofilie niet, dat is gewoon legaal. ...in the nearby crypts under the cathedral. When it was discovered that he did this, the Mage's Guild... Led by a young upstart named Carahill, the Mage's Guild stormed Benaris Manor and slew Lorgren. Oh, hij is vermoord, zijn grootvader. Oké, ja, misschien dat daarom een fucking vloek op dat huis zit, omdat hij gewoon gewelddadig en bloederig vermoord is. Dat is meestal zo. Meestal huizen of plekken die gewoon spook zijn, die zijn er dus... Nou, dan moeten we even overtuigen. Daar zijn meestal gewoon mensen vermoord, heel bloederig en pijnlijk of gebarteld. Tell me more. Dan. Wat? I'm sorry. I can't help you with the... Hoe moet je dan ook weer doen? Ik ben even vergeten hoe je ook weer moest zorgen dat hij met je meegaat. After questioning, I learned that his grandfather dabbled in necromancy and was killed when the townspeople ever found out. Strangely, the body was never recovered. I need to convince... Ik heb geen idee hoe deze quest werkt, dus ik ben zometeen weer even terug. Oké, ik heb totaal zonder cheaten, echt werkelijk waar, ontdekt dat je dus dat stukje dagboek moet meenemen naar hem. En dat je dan hier moet lift the curse. Kijk eens aan en dan zegt hij dit. En dan gaat hij met je mee. Dan moet ik hem waarschijnlijk wel verdedigen tegen al die geesten. Kijk, hij voelt schuldig. Kijk, slightly guilty is schuldig. Dus op zich, hij gaat niet meer naar de hel van mijn part. Want als dit huis gewoon klaar is. Als er geen geesten binnen zijn. Als we klaar zijn met ons ghostbusting genoeg. Dat is het huis van mij. Oh, helemaal gaaf en goed. Waarschijnlijk moeten we hem dan nog inrichten en zo. Dat kost geld. Maar ja. Kom. Kom bij mij dan. Waar is hij dan? Oh, hij volgt mij. Hij gaat dus daar naartoe. Naar de
De Count's Arms, dat was het. Dat is die herberg waar hij altijd uithing. Dat was het. Natuurlijk. Dus ik heb me vergeten dat hij dat deed. Dat vertelde hij niet al trouwens. Ik was even de naam kwijt. Terwijl het best wel een makkelijke naam is. En het is ook de enige herberg die hier eigenlijk functioneert. Er zat ook een andere herberg aan de buitenkant van de stad. Maar daar kan je niet in de kamer slapen. Daar kan je alleen maar alcohol drinken. Dus eigenlijk is dat gewoon een kroeg. En volgens mij ben ik nu gewoon iemand huis binnen gelopen en niet de herberg. Oh, jawel, gelukkig. Is hij er al? Is hij boven of zo? Oh, hij is inderdaad boven. Dus ik zie hem niet hier ergens lopen. Nee, dat is hij dus niet. Hij was dus wel hier gewoon. Waarom zag ik hem dan niet? Is hij dat niet gelaten of zo? Het zou wel weer zijn. Waar ben je? Waar ben je, dude? Oh, ik moet wel... Ah, hier is er nog gewoon nog steeds. Daar ben je. I was half expecting you not to show up. Tuurlijk wel. Laten we het doen. Let's get this over with. I don't relish the thought. Waarom moet ik jou volgen? Waarom moet ik jou volgen naar mijn bloedeigen huis dat jij me verkocht hebt? Maar op zich is het best wel goedkoop voor zo'n groot huis. Ik bedoel, voor mij is het huis in Bruma, dat is dus ook een andere stad. Die kost iets van 10.000 en dat was een stuk kleiner. Maar het was wel mijn favoriete huis tot nu toe, want dit is gewoon de grootste die je kan hebben. Gewoon ja, je weet het, groter is beter. En that's what she said. Dat stond vandaag ook trouwens in een proefexamen Nederlands dat ik maakte. Want we moesten vandaag proefexamens maken. Ja, het is de periode van mij aangebroken. Dat ik alle dingen die ik in mijn alle 17 jaar geleerd heb, eindelijk moet en ga toepassen. En mijn examens staan voor de deur. Het is momenteel april en over een klein maandje zit ik alweer in de gymzaal hoor. Beetje examens te maken. Dus vandaag hadden we proefexamens, onder andere Engels en Nederlands. En ja, dat was best wel lang. Allebei 3 uur. In totaal dus 6 uur. Alhoewel, ik had Engels eerder af. Ik had Nederlands eerder af. En dat zit heel wat. Want als je echt 3 uur krijgt en ik ben bijvoorbeeld bij Engels was ik al na 1,5 uur klaar. Voor mij was het bij Nederlands ook wel ongeveer zo. Dan hebben ze het een beetje verkeerd ingeschat. Denk ik. Plus minus. Maar ja, dat waren ook maar proefexamens. Bij het echte examen dan ga je natuurlijk nog alles wel voor 300 keer nakijken. Van, ja, is het wel goed? Straks is het niet goed. En dan zak ik. Want ik wil echt niet zakken. Ik wil echt niet nog een jaar op school zitten. Ik wil gewoon studeren. En dat ga ik er wel een keertje over vertellen. Want we komen nu een beetje in de buurt van de manor. Waarom loop je zo truttig naar dat hekje toe? We kunnen ook gewoon hier langs. Ben je ook een bitch jij? Geen wonder dat je niet in dit huis woont. Je bent een pussy. Dat is wat je fucking bent. Krijg ik trouwens ook nog geld van jou omdat dat ik het huis kan restaureren. Misschien kan ik het gewoon terug uit het dorp kopen. Dat ik misschien hem restaureer. Gewoon met eigen hand en 10.000 ervoor krijg. Het zal nou zijn. Hoop ik zijn niet al geest hier. Wellevien and I have arrived in Bender's Manor. I must proceed cautiously to a secret room entrance. Ja, ik weet waar dat is. Hij moet dus niet doodgaan. Okay. Ik schrik me dood. Hopefully we can make it to the basement without too much fighting. Nou, ik zal het niet op rekenen, want ik hoor nu al je geesten. Doei. Bof. Jij, klap van mijn zwaard. Ik jammer dat ik niet shield bashen. Voor mij is dat een ability die ik misschien later lok. Ik hoop het eerst, hè. Als ik gewoon de hele tijd die geest sla, dan kan hij me niks doen. Dus ik moet toch nog eentje. Niet nog eentje bijgekomen, heel veel. Oeps. Het is een ghost. Oh no. Oké, kom. Nog één. Oké, dus ga ik even cheaten hoor. Cheatje doeling. Kill, had ik die nog tussen staan? Nee, die moet ik even vandaag weer opnieuw invullen. Omdat het de eerste keer dat is dat ik hem weer doe. Dus kill, hoppakee. Ik vraag me steeds af, hoe dood je een geest? Want geesten die kun je niet doden, want ze zijn al dood. Jij ook dood. Was dat alles? Gelukkig wel. Even alle ectoplasma meenemen, want dat is een leuk spul om mee te kloten. Voor alchemie. Ah, yes. Waar kom jij opeens vandaan trouwens? Jij stond toch achter mij de hele godganse tijd? Of heb ik dat weer fout? Oh, 3? Nee. Nee. Dit gaat mij weer te ver. Cheat doeling. Pof. Eentje wil ik nog wel doen, maar 2, dat is wel een beetje te ver voor mij. 3. Is hij dood? Oh nee, ik klikte weer de verkeerde geest aan. Kill. Jij ook dood. Oké, eentje kan ik altijd nog wel aan, maar echt fucking... 3 tegelijkertijd? Ja, dat kon ik in het begin toen ik uit mijn bed stapte. Maar nee, nu niet. Want ik ben bang dat ik bijna geen charge meer heb op het wapen. Dat zal een beetje vervelend zijn. Ik heb wel lekker stamina trouwens bij al slaakse. Wee, jij bent dood. Jij is hartstikke dood. Oh, weer verkeerde knop. Oh, weer verkeerde knop. Zitten 3 knoppen dicht bij elkaar. Waarom doen ze dat ook? Oeh, strakke leren broek. Vet kinky. Zo, even ectoplasma oppakken natuurlijk. Ectoplasma? Nee, ja, nog wat ectoplasma. En even healen ondertussen. Er zijn waarschijnlijk nog wel wat geesten daar beneden, of niet? Waarschijnlijk wel. Dat valt toch wel verwachten dat die geesten beneden... Eentje maar. Oké, dat moet wel lukken.
Bof, jij bitch, je kan niet richten. Oh, hij heeft geen charge meer. Hij doet wel damage, omdat hij wel geen chant is. Ja, we zijn bij de geheime deur. Dat betekent niet dat we nog gewonnen hebben, dude. Je moet wel even helpen. Hij helpt ook echt totaal niet. Wat ga je daar dan lopen doen? Waarom help je hem nooit met... Ik ga even weer flauw hoor, vallen. Flauw hoor. Vallen. Flauw vallen is heel flauw. Nee, oh my god, ik vlog even ver. Oké, ik moet even wat stamina hebben, want anders gooit hij me de hele tijd op ver, ben ik bang. Die Sea Stripe, was dat? Walking Water. Oké, nice, dat is nice. Die zoek ik even niet. Ik zoek... Hebben we niet Resist Frost, want ze doen de hele tijd Frost Damage. Detect Life, daar heb ik geen hol aan. Moet Restore Fatigue hebben. Restore Intelligence, Restore Magicka, Restore Personality, Restore Speed, Shield. Handig. Water Briefing, hebben we niet nodig. Sorcery. Die zoek ik ook niet. Broom, dat geluid ook. Maar Detect Life, wat klopt hier niet aan? Hè? Wat klopt hier niet aan? Waarom detecteer ik een geest als life? Hij is dood, de geest. Geesten die dood zijn, die zijn gewoon dood. Je hebt heb je daar de deur gehoopt? Waar ga je dan naartoe? Wat de... Oh. Oh, dat. Oké. Okay. Nu wordt het spannend. Ik ga even, kan ik een uurtje wachten? Ja, waar ging je nou eigenlijk naartoe? Waarom gaat hij me niet helpen met wat hier ook op het moment staat te gebeuren? Laat ik gewoon even een beter zwaard pakken. De Elven Longblade, want deze doet niet zoveel damage meer. Oké. Okay. What the fuck is dit? Tome of Unlife. Mag dat wow, bloed. En satirische symbolen. Deze nemen we mee. Die moeten we gebruiken. Of die misschien ziet als de Death Note. Die schuift haar naam in iemand gaat dood. Wat is dat? Wat is dit? Het is een like. Wat gaat ermee gebeuren? Het is een skeleton van die opa. Oh, daar is dus een like gebleven. Ze zeiden dat hij verdwenen was, maar niet dus. Hoe kunnen hier kaarsen aanstaan? Het is... Dit is al 1000 jaar of zo niet bezocht. Jesus. Dit bevalt me niet. Dit ding komt echt tot leven. Oh, ja, daar gaan we al. Oké, okay, chill. The things I've done to the people of Anvil. The horrible, unspeakable acts I've committed. Demand repentance. Garrahil was justified in his actions. Slaying me was the only way to stop the madness. Hij was dus een beetje gestoord in zijn koppie. En daarom ging hij dus mensen verkrachten terwijl ze dood waren. Dat is denk ik wat hij gedaan heeft. Oké, okay, mysterieuze stem in mijn hoofd. Ik word vast niet gek, maar ik zal toch wel even je hand moeten geven. Oh, ik ben voor de gek gehouden. Wat onverwachtingsvol. Dat had ik echt niet verwacht. Eigenlijk wel hoor, dat is gewoon een beetje sarcasme. Oh, hij wou onsterfelijk worden. Waar is trouwens zijn hand gebleven? We hebben zijn hand, moesten ze hier aan leggen, maar dus is niet gebeurd. Oké, okay, wat ga je nou doen? Nee, je bent een skelet. Maar nu heb ik al gelacht. Oké, okay, wat dan? Oh my fucking god! Daar schrok ik even van. Wat is dat? Oh, skelet. Waarom staat je lichaam in de brand? Je had toch weer tot leven komen? Dat helpt niet als je jezelf cremeert. Oh my god, deze is sterk. Heel. Kom op, heel. Heel, verstop achter het altaar, misschien ziet hij je niet. Oh, dat zat hij dus fout. Want dan is gewoon de hele tijd om hem heen rennen en hem af en toe slaan. Misschien is dit een goed moment om op te slaan, by the way. Dat bedenk ik me net even. Oh, hij doet echt veel damage. Shit, man. Hoe gaan we hem doden? Zonder te cheaten. Ik wil deze op zich wel doden zonder te cheaten, want anders komen we nooit verder. Ik heb geen health potions meer. Pff, fuck. Resist shock. Hij doet shock damage onder andere. Restore fatigue, misschien ook wel handig. Nee. Ik ga zo dood. Fuck, ik ga zo dood. Nee. Oh, nee. Au. Nee, niet doen. Help, kom op. Oh, kom op, ik wil een potion drinken. Ik heb nog magicka potions, die moet ik hebben. Nee, kom op. Nee, doe dat niet zo flauw. Dude. Nee, weer een skelet. Nee, kan ik hier weg? Waarom kan ik hier niet weg? Oh man, ik ga zo dood. Dit wordt hem echt niet. Hij heeft mij gedood. Gefeliciteerd. Wil je nu een koekje of zo?
Hij loopt een beetje raar, by the way. Was hij hier ook geautosaved? Hij was daar ook al geautosaved. Maar ja. Als ik nou gewoon even charge. Misschien heeft een skelet, kan niet kapot. Skeleton Guardian. Oh, fucking Skeleton Guardian. Die is zo sterk. Kom op. Nee, ik zie geen vuurbal op mij af. Je dik. Dik wafel. Fuck. Oké. Okay. Ik ga wel van de Skeleton Guardian cheaten. Dan is het wel mooi. Dan doen we geen cheating meer. Dan gaat hij überhaupt weer eentje spawnen. Dat weet ik nu al wel zeker. Ja, hij spant weer. Stop eens met vuurballen schieten. Dat is heel onbeleefd. Ja, kom op. We hebben bijna. Kom op. Kom op. Fuck. Zo dichtbij weer. Ah, fucking hell. Nou, ik moet even die poosjes nemen, denk. Als het deze keer niet lukt, dan wel hoor. Dan cheat ik wel gewoon weer even mijn weg. Nee. Dat ga je niet doen. Plop. Midden in de lucht valt hij dood. Wacht tot hij eentje summont, dan val ik hem aan. Ah, ik haat boss battles. In elke game zijn ze altijd zo fucking moeilijk. Gewoon even health bij krijgen. Ja, kom op. Charge. Net hadden we te weinig health. Kom op. Waar is hij? Daar. Oh. Ah, nee. Stop eens met fucking bliksem en vuur te schieten op mij. Oké, nu ga ik op cheaten. Dat spijt me. Ik ben geen goed voorbeeld. Maar ik cheat hem deze keer. Deze ene keer. Ga dood. Zo, hoppakee. Voor mij is het helemaal legit. Competing the skeleton was a ruse and Logren rise from the dead. Rose. I had no choice but to destroy him. With his destruction, the curse of Banner's Man was lifted. Oké, dan gaan we even met die dude praten. Is dat een staf? Kun je doorverkopen? Staf of flame? Oh mijn god, hij ziet er echt een beetje fucked up uit. Dit is ook zo'n lich. Die kan ik ook wel eens vaker tegenkomen. En die is best wel fucked up sterk. We hebben in ieder geval... Kunnen we dit niet gewoon... Voortaan... Mag ik eruit? Hallo? Ik was zo bang dat ik op slot zat. Dat zou een beetje heel erg vervelend zijn. Laat ik trouwens even zeven. Niet dat we zo meteen door fucking meteoriet geraakt worden buiten. En dat ik dan dood ben. En dat ik weer spawn daar. Dat ik gedood word door die fucking lich. Door die opa van die dude waar we het huis van gekocht hebben. Tja. Je hebt goede en verkeerde opa's. En dit was dus zo'n verkeerde opa. Je hebt van die opa's die stelen. Je hebt van die opa's die te veel drinken. Maar dit is echt het toppunt. Van vervelendheid. Oh, wauw. Het huis is ook gewoon helemaal mooi geworden. Awesome. Een vuurtje. Knus. Awesome. Moet even naar Count Arms. En dan zie ik jullie. Oké, daar staat hij dus. We moeten dus even met babbelen. Misschien krijgen we nog wat leuks. Als je me nou geholpen had met je grootvader af te maken, dan was ik misschien niet hoeven te cheaten. Jij eikel! Excellent work, my friend. May the manor give you many years of happiness. Vaarwel! Oké, dit is het landhuis is nu voor mij. En deze aflevering is ook voorbij. En dat rijmt en daarom ben ik zo blij. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering van Koudus Gameplay. Blijf je laat een duimpje en reactie achter en abonneer op Koudus Gameplay. Als je dat nog niet gedaan had. Dus ik zie jullie de volgende keer en zeg daarom hier. Later.